Ik heb dit lied geschreven als tutorial. Support the great Nata XA zit. Diep Nata XA zit in deze NATHANXACID. Oké, yes. And then you duck, okay, and then you support me. And then you search a nice, beautiful skin. Be sure to always check out the booty. Let me clap them cheeks. Dan koop je die skin. En dan denk je van, woehoe, nieuwe skin. Support it. NATHANXACID. Hey, that's great. Nou, ik skins kopen, man. Hey guys, I'm back. Wie van jullie had er gedacht dat ik een video ging uploaden vandaag? Dat het niet werkt, werk ging duren. Niemand inderdaad, maar here I am. Ik leef nog, dus oké. Ik heb G-Fuel dan. What the fuck? Is dat schimmel of zijn dat dieren of zo? What the fuck? Shoutout naar PewDiePie, man. Ik snap waarom deze shit illegaal is in België. Ik denk als ik dat nog een paar dagen laat staan, dat ik dieren kwijt hierin of zo. Dat hier net zo'n kind uitgaat. Fucking G-Fuel. Stick to cocaine. Wacht hoor. Ik heb nog iets niet gedaan. Creator Cup. Dit is de allereerste keer dat ik niet fake van die stoel gevallen ben. Ik had dus deze controller om Fortnite te spelen. Kapot. Dan had ik deze controller om... Kapot. Hopelijk gaat deze langer mee dan een week. Het is volgens mij niet de moeite om een scuff controller te kopen om Fortnite te spelen. Want ik bouw toch niet. Voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in mijn level... Creator Cone! Geloof het of niet, maar ik heb mijn nachtbeugel zo weinig gedragen dat mijn tanden gewoon weer raar aan het doen waren. En veel mensen in de comments zeiden altijd van, hey, wat is er al gebeurd? Maar je gebit wel, ik heb weer een beugel. Dit is live Fortnite gameplay met een beugel. Jullie verstaan amper wat ik zeg als ik een video maak. Dat iedereen zegt dat mijn accent zo fucked is. Maar door deze beugel is het nog 1000 keer harder. Ik ga deze video niet ondertitelen. Veel geluk met te verstaan wat ik zeg. Kijk, je moet niet luisteren naar wat ik zeg. Gewoon kijken naar de gameplay. Yo, check die loot. Wat? Ah, fuck. Dus als ik een tip mag geven aan iedereen die je beugel heeft, doe je nachtbeugel wel aan. Want je tanden gaan altijd teruggaan naar hun originele positie, dus. Als jouw nachtbeugel nog in je mond past, doe hem aan. Ik meen het. Veel mensen zouden mij killen hiervoor, maar dit ding, die pump shotgun, die paarse, laatste gun in de fucking game. Check dit. Dan word je zo een nice out of nowhere gehit. Deze helm helpt mij ook om beter te spelen. En mijn haar ligt niet meer voor mijn ogen. Zou die guy nog altijd in zijn hut zitten? Oh, ballonman. Oké. De guy die ik gekillde, dat was dood. Oké, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb niet echt de tactiek. Ik ga gewoon bouwen. Shotgun. Hoezo deze guy ging niet dood? We good! Sometimes you gotta do what you gotta do to survive. En nu ga ik doen wat niemand ooit zou doen, maar nu ga ik gewoon terug naar daar. Wat een leuke eerste fucking game. Ace it, je bent zo goed. Daarom tik ik jouw code en mijn creator code XACID om mijn hele beste place. Het is een fucking scam, man. Ik wil gewoon één gekke Fortnite video uploaden, maar iedereen bouwt de hele tijd en bouwt de hele tijd. Het begint zo moeilijk te worden, maar ik weet, ergens diep van binnen, dat ik nog altijd kan winnen zonder echt te bouwen. Ik zou het ook kunnen, snap je? Ik heb het ook al een keer gedaan op Builder Pro, maar... Dat heeft niemand gezien. Ja. Oh, nice kill, man. Well done. Kom in voor dat booty. Had ik gezegd, ik kom toch voor die boer. Wat gebeurt er hier allemaal? Horen jullie dat? What the frick? Ik was er niet eens bij, maar het klonk pretty rough. Kijk, ik ditch dit shotgun, want die werken. Heeft er nog iemand iets om te healen? Hallo? Nitraatje, get the cover! Er is iemand in het huis, maar weet je wat het probleem is? Als hij mij één keer raakt, dan ben ik dood, hè? Of ik kill je. Johnny Bravo! Check dit. Oef! Ah! Nee! What the fuck? Oh. Eerste keer in mijn leven dat ik dood ben door zo'n fucking stinkbom. Oh, er belt iemand. Hallo? Ja, dit zijn hele dure schoenen, maar ze zijn fake. Ik vind die triple S lelijk, man. Kan je nog dubbel pumpen? Ik dacht het wel. Mensen zagen van niet. Let me show you how to do it. Bye. En zo dubbel pumpje. Is er nu eigenlijk nog iemand? What the fuck? Jullie mogen blijven komen hoor. Ik geef geen fuck. Iedereen hier dropt sukt hard. Ze denken van, oh yeah, I'm good. I'm gonna drop till the towers. Yeah. Woep!
Wat ben ik aan het doen? Oké. Okay. Dat was wel erg als de dubbel pump. Ik weet ook niet waar dat had gebeurd was. Ik was gaan swappen naar mijn sneeuwballen. Soms gebeuren er allemaal rare dingen in Tilted Towers. En dan denk je van, hey, what the fuck? Ik weet niet waar ik moet doen. Ik ben omsingeld. Ik ga achter deze wasmachine. Dit is niet campen, dit is tactisch afwachten. Iemand uit mijn klas zei dat ooit tegen mij van. Ik zei van, je bent echt een vieze camper, man. En dan zei hij tegen mij, nee, ik ben gewoon tactisch aan het afwachten. Daar komt de beste builder van deze servers. Een andere staat daar. Maar die weet niet dat ik hier ben. Dan hoop ik. Ah! Ik denk wel dat je wist dat ik daar was. Waar kwam die guy? Tactisch afwachten. Loop alsjeblieft in die trap. Als je in die trap loopt, dan drink ik die beschimmelde G-Fuel op. Ja? Ik ben hier. Kom. Ik denk niet dat je in die trap gaat lopen. Oh, ze zijn op elkaar aan het schieten. Third party. Ik hou er zoveel van om mensen te killen als ze elkaar aan het killen zijn. Waar is hij? 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 Hoezo die guy is niet dood? Hoezo deze mensen gaan niet dood? Oké. Okay. Waar is die andere? Er was nog iemand. Hallo. Ik zweer het, er was nog zo'n guy met een geel pakje. Ik heb die 10.000 keer geraakt. Oké, okay, ik weet waar hij is. Check dit, check dit. Het was even pittig, maar we good. Het is allemaal in orde, boys. Het is allemaal... What the fuck is dit voor game? Ik schiet die guy naar beneden op de een of andere manier. Tovert hij ineens twee trappen onder hem. Ja, we moeten even lopen, hoor. Ik heb 3 HP. Ik heb 3 HP. Laat me even chillen. 3 HP gameplay, man. Big chunkers. Als ik deze guy wil killen, dan moet ik het heel clean doen. Ik heb 3 HP, fuck, 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 oh shit, ik was even vergeten dat ik 3 HP had. Please leave me alone. Ik kan niet bouwen, leave me alone. Leave me alone. Als hij mij één keer raakt, mij... Nee, what the fuck? What? Ik ben niet eens gekillt door iemand. Ik heb waarschijnlijk 3 fall damage genomen. Oh, wat is er, hallo? Ja, gewoon echt moet stoppen. Ik snap dat ik pis ben, hè, maar... Like, sturen via Messenger helpt echt je zak, man. Hoezo? Dat ging zo'n clean potje zijn, man. Dan ga je dood door fall damage. Oké, okay, let's fucking go. 2 kills incoming. 1 down. Edit, 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 edit. Edit nu. Edit nu. Edit nu je fucking stairs. Waarom bouwen al deze mensen zoveel? Wat is het nut van bouwen als je niet kan schieten? Ah! Wat is dit voor game? Leave me alone! Wat een fucking rare game, man. Oh, ik heb geen ammo meer. Ik haat dit spel! Ik ga jullie niet teleurstellen, dit potje. Als jullie zo ver zijn gekomen in deze video, dan is het tijd om een potje te winnen. Fuck you! Fuck jou en fuck... Jammer, je was bijna bij de chest, bro. Is het eigenlijk nodig om een trap te bouwen om overal naartoe te lopen? Waarom? Zien jullie dit? Dat is zo niet nodig. Wat een leuk spel. En elke keer als iemand ziet, dan bouwen ze een muur en een trap en een piramide en een muur en een trap en... Oké, okay, let's check it out. Hello! Oh, ik heb dat gehit. What the fuck? Mensen zijn daar. Bye. Wat een fucking noob. Oh, oké. Okay. Ik ga even toe. Iedereen die op PlayStation speelt is aan. K-slacht. You try to kill me. Besef, ze waren dit aan het bouwen, ja? Ze zaten in een rare build battle. Ze kunnen bouwen, maar ze kunnen niet schieten. Hoe zie je die trap? Woe! Ah! Woe! Ik wil niet meer spelen. Ik heb hier geen zin meer. Ik ga zo hard tryharden, jullie gaan mij nog nooit zo hard hebben zien tryharden als in deze game. Hebben jullie dat gezien? Dit is een fucking play. Dit is hoe je fucking Fortnite speelt. Dit is hoe je fucking Fortnite speelt. Leave me the fuck alone. Leave me alone. Try to find me now, huh? Haha. I'm a hidden bush. Misschien blijf ik hier wel gewoon helden game zitten.
Deze guy heeft niks door. Bye. Zag je de struik? Mensen fokken er niet mee. Ik ook niet, maar sommige situaties is wel funny om te gebruiken. Ik ben aan dood gegaan. Ik wil het niet eens tonen aan jullie. Dit gaat pittig worden, man. Dit gaat pittig worden. Nathan, show your fucking skills. Jullie hoeveel HP dat ik nog heb? The fucking GOAT! Als ik hier naar beneden val, ben ik waarschijnlijk weer dood door fall damage. Kijk, mensen moeten stoppen met die vuurwerkjes. Ik snap het nut er niet zo goed van. Oeh. 5 HP. 5 HP, still going strong. Dat is nog steeds fucking one shot door alles. Ik fokte met dit gebouw totdat iedereen een NS begon te bouwen. Kom al mensen weer op de bouwer aan het spelen. Stop. Wat hebben ze al gedaan met dit gebouw? Nice. We doen gewoon de clean escape. Bye. Ik kan bijna huilen nu. Dit is niet goed, man. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Nu zit ik hier met mijn 1 HP. Die mensen zijn toch bezig mijn hut te bouwen. Ze denken nu van, oh, waarom is hij geen 90's aan het bouwen? Ah! Zou hij weten dat ik hier ben? Waarschijnlijk niet. Als ik daar een neetje in kan gooien. Het helpt niet om te bouwen, bro. Hoeveel materials hebben deze guys? Ik snap legit niet hoe je aan zoveel bomen kan komen in Tilted Towers. Nu zit ik in de cirkel. Dat is nice. Bye. Check hoe lelijk Tilted Towers nu is. Jullie verneuken Tilted Towers, maar al jullie stomme bouwings. Ik denk dat jullie ook al doorhebben dat dit de laatste game is die ik aan het spelen ben. Want ik ga deze waarschijnlijk winnen. Zo bouw je. Dat zijn buildings. Ja, even. Ga niet om winnen in Fortnite. Het gaat om plays. Plays zijn alles. Dus thanks for watching. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Vergeet niet. Creator code. Natijks Ace it. You guys. Bye. Hello. Ik vind het leuk. Ja. Vrije dom. Ik kijk dan ook mijn kop staan. Nice hell. Creator code. Natijks Ace. Nice hell. Thank you very much. Hoeveel heb je van de prijs gekregen? 9 euro nog. Hij wou het nog naar 200 graden.